Kwartaalcijfers komen, zoals de naam zegt, ieder kwartaal uit, oftewel elke 3 maanden. En dit zijn heel erg belangrijke cijfers voor beleggers. En zeker de cijfers van het tweede kwartaal, Q2 van 2020, zijn denk ik extra belangrijk voor beleggers. En deze cijfers worden de komende 3 weken bekend. De komende 3 weken maken de meeste bedrijven hun kwartaalcijfers bekend. En ik denk dat dit echt cijfers zijn die ten eerste de aandeelkoersen heel erg veel impact op kunnen hebben, maar zeker ook op de gehele beurs. Dus laten we in deze video enkele zaken gaan bekijken, zoals welke bedrijven komen de komende tijd met hun cijfers, waar moeten we op gaan letten bij deze cijfers wanneer ze bekend worden, welke impact kan het hebben en hoe kunnen wij ons daarop voorbereiden of wat moeten we doen wanneer zoiets gebeurt. Heel veel zaken dus die ik wil bespreken in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. We gaan dus kijken naar kwartaalcijfers, maar laten we, voordat we beginnen met dat onderwerp, eventjes terug gaan kijken eigenlijk naar hoe de beurs heeft gepresteerd tot en met nu, dus zeg maar de eerste 6 maanden van dit jaar. En in dit overzicht zien we eigenlijk verschillende bedrijven die ik heb geselecteerd. De rode lijn is Tesla, dat is echt wel een uitschieter, dus laten we even de grafiek pakken zonder Tesla, omdat het dan wat makkelijker te volgen is. Dan zien we bijvoorbeeld Apple bovenaan, op het einde, het bovenste lijntje, het lichtblauwe lijntje, staat dit jaar 43% in de plus. Facebook, het donkerblauwe lijntje, staat dit jaar 22% in de plus. De S&P 500, dat is de paarse lijn, staat ongeveer break-even, gevolgd door de AEX-index, onze eigen beurs hier in Amsterdam, op een verlies van min 5% dit jaar. Dan komt het nog lichter oranje, of misschien zelfs wel gele lijntje. Dat is ING, dus een bank, met min 40% dit jaar. En helemaal onderaan het zwarte lijntje, het zwarte goud, Shell. Die staat zelfs min 49% voor dit jaar. En zoals we kunnen zien, liggen eigenlijk de dieptepunten vooral op 18 maart voor de meeste niet-techbedrijven. Of op 23 maart juist voor die techbedrijven. En het zijn dus juist techbedrijven die een flinke groei laten zien. En die dus ook flink hoger staan of überhaupt al hoger staan dan andere sectoren. De beurzen zelf liggen ongeveer break-even. En het zijn juist die tech-aandelen die zorgen dat de beurs überhaupt break-even ligt. Omdat veel andere sectoren zoals banken, Shell, dat soort bedrijven juist heel erg steeds in de min staan. Soms bijna wel nog steeds gehalveerd. En kijken we dan even naar de S&P 500 als voorbeeld. De 500 grootste Amerikaanse bedrijven. Daar zijn juist de FANG-M inmiddels aandelen, zoals ze worden genoemd. Hebben 25% van de marktwaarde van de S&P 500. En dit zijn dus Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google en Microsoft. En zoals gezegd, nu meer dan 25%. Terwijl dat 7 jaar geleden nog niet eens 8% van de marktwaarde van al die 500 bedrijven samen was. En deze techbedrijven zijn juist die bedrijven die goed kunnen inspelen op deze coronacrisis. Die juist misschien wel kunnen profiteren van deze crisis als een van de weinige bedrijven. En daarom gaat er ook veel geld vanuit andere sectoren. Dat mensen daar hun aandelen verkopen om juist het geld opnieuw te investeren in deze tech-aandelen. Daarom zal deze techsector eigenlijk alleen nog maar harder toenemen wat koersen betreft. En zijn ze waarschijnlijk dus allemaal wel overgewaardeerd. Dus dat is in ieder geval iets waar we rekening mee moeten houden voordat we verder gaan met deze video. Maar ben je er dus van bewust dat het heel erg hard kan gaan op de beurs? Terwijl het juist met de economie heel erg slecht gaat, gaat het juist met de beurs eigenlijk heel erg goed. Dat zie ik ook in mijn eigen situatie. Begin dit jaar had ik 45.000 euro geïnvesteerd. Nu heb ik juist 100.000 euro belegd vermogen. Hoe dat precies in elkaar zit, wat ik heb bijgekocht, welke aandelen dat zijn, dat komt in een video waarschijnlijk volgende week ergens. Maar het is natuurlijk leuk dat het meer dan verdubbeld is in een half jaar tijd, zeg maar. Alleen de vraag is dat realistisch? Is dat vol te houden of komt er binnenkort waarschijnlijk weer een dip omdat nu alles te hoog gewaardeerd is? Ja, ik denk vooral dat laatste. Mocht je trouwens willen gaan beginnen met beleggen, maar heb je nog geen account, ik kan bijvoorbeeld de Giro aanraden. Dat is de broker waar ik het meest van mijn geld belegd heb, inmiddels iets meer dan 65.000 euro. En meer informatie en links over bijvoorbeeld de Giro of andere brokers vind je trouwens onder deze video terug. Maar even wat terugkomend op die kwartaalcijfers en eigenlijk wat we de komende tijd kunnen verwachten. Oftewel, wat is de kalender voor de komende weken? Dan kijken we voor de volgende week. Dan zien we vooral grote Amerikaanse banken zoals JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America en Morgan Stanley. Maar ook bijvoorbeeld Delta Airlines. En dit zijn dus de bankensector en de vliegtuigmaatschappijen, sectoren die het heel erg moeilijk hebben de laatste tijd, die zeker nog niet hersteld zijn van hun crisis en waar waarschijnlijk ook nog wel lange tijd gaat duren. De week daarop zien we ook weer heel veel verschillende sectoren, heel veel grote bedrijven. Denk hierbij aan IBM, Philips, Coca-Cola, Randstad,
Wereldhaven, Tesla. Dat is allemaal verschillende sectoren. Sommige met consumentengoederen, andere juist met Tesla. Is een beetje ook weer richting tech gerelateerd. Wereldhaven is juist met vastgoed. Randstad is juist met uitzendkrachten. Dus ook dat is heel erg belangrijk om te zien wat er eigenlijk, ja, hoeveel vraag er naar uitzendkrachten is. Om dat een beetje in te kunnen schatten wat de economie doet. Want het is niet altijd hetgene waar we op focussen met kwartaalcijfers. Dat dat juiste cijfers zijn, maar vaak het verhaal eromheen. En wat de verwachtingen van het bedrijf zijn. Dus laten we bijvoorbeeld even gaan kijken naar wat zeggen kwartaalcijfers nou eigenlijk. En laten we dan als voorbeeld Tesla pakken. Mijn favoriete positie op dit moment. Ja, vanwege de winst natuurlijk. Maar ook gewoon een heel erg mooie presentatie. Dus die kan ik goed gebruiken in mijn video. Kwartaalcijfers beginnen dan vaak met een samenvatting. Zodat beleggers er snel doorheen kunnen gaan. Toch alle informatie hebben. Hier zien we bijvoorbeeld cash. Oftewel hoeveel geld ze op de bank hebben staan. En dat is 1,8 miljard toegenomen naar 8,1 miljard. Dus dat is goed voor een autofabrikant op dit moment in ieder geval. De winstgevendheid. Maken ze winst of juist niet? En met hoeveel marge maken ze dan winst? En hier kun je dan vaak ook weer een vergelijking maken met andere jaren of andere autofabrikanten. Zeker als je weet dat het eerste kwartaal voor de auto-industrie altijd een heel erg zwak jaar is. En ze vertellen ook iets over de activiteiten, dingen die al gebeurd zijn, die ze ontwikkeld hebben of die nog op de planning staan. Bijvoorbeeld de Model Y wordt inmiddels geleverd. De accu van de Model S is verbeterd. En dat zijn eigenlijk dingen die indirect eigenlijk iets bijdragen aan het resultaat van het huidige kwartaal of voor kwartalen die nog moeten komen. Dan gaan we verder naar de financiële gegevens. Hier zien we eigenlijk de echte financiële cijfers van dat kwartaal. We zien dus informatie over omzet, over marge, over winst. We kunnen ook gaan vergelijken met juist het vorige kwartaal of met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. En dat is vaak betrouwbaarder, omdat zoals gezegd niet elk bedrijf heeft, per kwartaal kan gewoon de omzet heel erg verschillen. Zeker bij autobedrijven is het vierde kwartaal heel erg goed. Dan willen mensen vaak vanwege belastingtechnische redenen nog net een auto in dat ene jaar kopen. Voordat bijvoorbeeld een nieuwe bijtelling begint. En zullen dus zien dat in de eerste paar maanden, ook wanneer het winter is, niet zo heel veel mensen een auto kopen. Dus het eerste kwartaal is dan vaak juist slecht. Dus je wilt dan vaak ook het eerste kwartaal van dit jaar vergelijken met het eerste kwartaal van vorig jaar. En ook hier wordt afgesloten met een samenvatting. Zegt vaak eigenlijk net zoveel dus als die cijfers zelf. We zien bijvoorbeeld dat de omzet 32% gestegen is ten opzichte van datzelfde kwartaal vorig jaar. Of dat bijvoorbeeld de marge op dit moment het hoogste is van wat het is geweest in de laatste 18 maanden. Dan vertelt vervolgens Tesla iets over hun voertuigen. Dat zijn eigenlijk gewoon de productieaantallen, de leveringen. Eerst weer een samenvatting met opnieuw dus de cijfers. Nu geen bedragen, maar dus vooral de aantallen. Hoeveel hebben ze geleverd, van welk model, aan andere producten die ze eventueel ook hebben. We zien ook de vehicle capacity. Oftewel, hier praten ze eigenlijk over de productiecapaciteit. De capaciteit op dit moment, maar zeker ook wat ze verwachten voor de rest van het jaar in de toekomst. Dit is eigenlijk dus belangrijk als belegger om te zien wat nou eigenlijk de planning is en wat de verwachting vanuit het bedrijf zelf ook is. En hierna volgen nog veel meer sheets met veel meer info, steeds dieper erop ingaan eigenlijk. Maar laten wij vooral verder gaan naar wat ze noemen de outlook, oftewel de verwachting. Wat is de verwachting vanuit het bedrijf? Een heel erg belangrijk onderdeel van die kwartaalcijfers. Maar in die kwartaalcijfers zien we natuurlijk wat er is gebeurd de laatste 3 maanden. Terwijl we juist in deze outlook, deze verwachting, een beetje het komende kwartaal of misschien zelfs het komende jaar wel vooruit gaan kijken. En dan vanuit het bedrijf. Dus zij weten het beste wat ze kunnen verwachten, wat ze zien gebeuren. En ze hebben eigenlijk de plicht om beleggers daar in ieder geval over te informeren. En in het geval van Tesla zien we dus dat ze de capaciteit hebben om in dit jaar 2020 500.000 auto's te produceren, ondanks de sluitingen vanwege de coronacrisis. En ze zeggen ook dat de winstgevendheid, dat ze eigenlijk nu nog niks over kunnen zeggen, want dit is Q1 dus. Ze hadden te maken met die sluitingen, met het coronavirus. Maar dat ze in ieder geval op lange termijn betere marges kunnen gaan maken dan juist de concurrenten. En daarom zijn juist dus de kwartaalcijfers van het tweede kwartaal zo belangrijk. Omdat heel veel bedrijven in het eerste kwartaal deze outlook eigenlijk hebben geschrapt. Ze zeggen ja, we zitten nu in een situatie, in een crisis. We weten niet wat we kunnen verwachten. Nu is de situatie anders. Dus wanneer het bedrijf nu de cijfers bekend maakt van de afgelopen maanden, wordt er zeker nadruk gelegd op wat ze verwachten voor de komende tijd. En dat is juist de reden waarom deze kwartaalcijfers dus zo enorm belangrijk zijn voor wat de beurs gaat doen de komende tijd. Voordat we daarna gaan kijken wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog, dan weet ik welke video's jullie interessant vinden. En je helpt het YouTube kanaal ermee, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. Wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's, die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren, klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen. En ik ben bezig met een beleggerstraining samen met Tim. En we hopen deze in de komende weken uit te brengen. Dit is eigenlijk alle informatie die je nodig hebt als je beginnende belegger bent.
We leren je eigenlijk alles over welke dingen je moet weten, waar je op moet letten, hoe je eerste stappen en dus ook uiteindelijk je eerste aandeel moet kopen. Alles in een heel plan om in ieder geval vol vertrouwen te kunnen beginnen. Wil je daar nou meer informatie over, ga dan naar passiefinkomen.nl/beleggerstraining. En ook alle links en informatie die ik nu benoem in deze video vind je trouwens in de beschrijving onder deze video terug. En dan weer even terug naar die verwachtingen, want dat is denk ik het belangrijkste onderdeel. Een van de belangrijkste onderdelen van deze kwartaalcijfers. Zoals gezegd, in het eerste kwartaal wisten niet hoe bedrijven gingen reageren. Nu weten ze een beetje de situatie in te schatten. Gaat alles weer start een beetje op. In ieder geval tot de tweede golf komt misschien, wie weet. En zelfs trouwens als die komt, dan zijn ze daar ook weer beter op voorbereid. Weten ze wat ze kunnen verwachten. Dus ze kunnen al een beetje een outlook geven, een verwachting geven. En dit is denk ik dan ook heel belangrijk bij deze kwartaalcijfers. En dan vooral ook, wat verwacht het bedrijf ten opzichte van wat verwachten analisten? Want op dit moment zijn de koersen natuurlijk gebaseerd op wat de markt denkt. Wat de markt voor verwachtingen heeft. En wanneer het bedrijf zelf met deze verwachtingen komt en er zit een groot verschil in, ja, dan gaat natuurlijk heel erg de koers daarop reageren. Als het bedrijf heel erg positief is, dan zal de koers waarschijnlijk flink omhoog kunnen schieten. Maar wanneer het bedrijf misschien nog steeds geen verwachting heeft of een verwachting die tegenvalt ten opzichte van wat de markt denkt, kan het ook zomaar zijn dat een bedrijf zomaar 10-20% in koers daalt. En dus is het heel erg belangrijk om eigenlijk alles in de gaten te houden. In ieder geval alles zoveel mogelijk. En dan niet specifiek van het bedrijf waar jij het aandeel van hebt. Want tegen de tijd dat daar de informatie officieel naar buiten komt in hun kwartaalcijfers, ben jij vaak al te laat. Dan moet je juist op dat moment klaar zitten. Alles snel lezen. Tegen de tijd dat je dat hebt gedaan, is de koers vaak al is al bijgewerkt. Zeker omdat de meeste van deze cijfers ook wat ze noemen na beurs komen. Dus het is dan al gesloten. Dan heeft het niet direct impact op wat er op de beurs is op dat moment de koers is. Maar pas wat er eigenlijk de dag erop gebeurt. Grote beleggers kunnen dan wel weer na beurs handelen. Dus die kunnen al handelen tegen de koers van dat moment. Terwijl jij moet wachten wat de koers is die dag erop. Dus gaat het aandeel flink omhoog, dan kun jij niet profiteren van die stijging. En dus moet je heel veel andere informatie in de gaten houden. Vaak kun je ook heel veel dingen indirect leren over jouw bedrijf via ander nieuws, andere bedrijven. Kijk bijvoorbeeld naar die banken. Dat zijn de bedrijven die de eerste dagen met cijfers komen. Nou hoeven misschien geen bankaandelen te hebben om toch interessant te vinden wat hun komende dagen gaan vertellen. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken. Banken lenen heel veel geld uit. Dus we kunnen daar al een beetje uit opmaken hoe het gaat met de economie. Komen er heel veel bedrijven geld lenen? Zijn ze op zoek naar geld om weer te groeien? Of zijn banken juist heel veel bezig met buffers opbouwen? Omdat ze merken dat heel veel bedrijven niet terug kunnen betalen. Nou, dat wil dus zeggen dat heel veel bedrijven misschien wel de komende tijd failliet gaan. Dus let vooral op wat banken doen wat betreft leningen en eventueel een buffer opbouwen. Maar kijk ook naar toeleveranciers of concurrenten. Kijk wat voor cijfers of verwachtingen zij komen om daarop te baseren wat jouw aandeel zal gaan doen. Een voorbeeld daarvan las ik bijvoorbeeld op IEX.nl. Daar zag ik dat Aalbers eigenlijk zei dat ze een significante verkoopstijging zagen wat betreft semiconductors. Dus je kunt vanuit het nieuws vanuit Aalbers al afleiden dat het waarschijnlijk met ASML wel goed zal zijn. Want ASML zijn degene die met semiconductors bezig is, met chips produceren. Dat daar veel vraag naar is. En zo kun je dus zien dat je van het ene nieuws wat niet specifiek over jouw aandeel gaat, toch heel veel informatie kunt halen om vast een beetje voor te bereiden of een verwachting kunt maken die in ieder geval actueler is over jouw aandeel voordat jouw bedrijf zelf met kwartaalcijfers komt. Dus wat kun je doen om alvast goed voorbereid te zijn? Nou, kijk in ieder geval naar je grootste posities. En zijn van deze posities al niet kwartaalcijfers bekend, zeg maar. In het geval van Tesla bijvoorbeeld hebben we nog niet de letterlijke bedragen. Maar we weten al wel sinds begin juli wat de afgelopen kwartaal de leveringen zijn geweest. Kun je daar data uithalen om een beetje een verwachting te scheppen van hoeveel winst gaat Tesla maken? Want we weten dat ze gewoon heel erg veel geleverd hebben en heel veel auto's dus verkocht hebben. Of welke bedrijven, concurrent of toeleverancier bijvoorbeeld, komen al eerder met cijfers? Kan ik daar informatie uithalen die effect heeft of impact heeft op mijn aandeel, op mijn bedrijf? En houd gewoon zoveel mogelijk nieuws in de gaten. Wat beleggers denken over de hele markt, wat de impact van corona zal zijn, nu het weer een beetje oplaait. Wat de impact daarvan is, hou daar vast een beetje in de gaten. Probeer een planning op te maken. Kijk ook hoe de markt gaat reageren wanneer er kwartaalcijfers bekend zijn. Van heel veel bedrijven zal misschien wel vanwege goede cijfers automatisch winst genomen worden. Dat wanneer er eenmaal een goede positie behaald is, een bepaald rendement, dat mensen gaan verkopen om een stukje winst veilig te stellen. Zeker wanneer dat eenmaal begint, kan het ook zo zijn dat grote instellingen eigenlijk automatisch daarop reageren en dus ook gaan verkopen. Misschien ben jij wel iemand die, wanneer er een grote winst wordt verwacht de komende tijd, of in ieder geval een grote winst wordt gerealiseerd, dat jij denkt, laat ik nu maar mijn winst nemen en juist verkopen. Nou, als heel veel mensen dat gaan doen, krijg je dus in één keer heel veel aanbod.
omdat iedereen zijn aandelen wil verkopen om eigenlijk die winst te nemen, waardoor de koers juist weer gaat dalen. Dat zou ook zomaar een aanjager kunnen zijn van een dip, in combinatie met het nieuws over corona, noem het allemaal maar op. En zeker wanneer je dat verwacht, kun je misschien jezelf daar beter maar op voorbereiden, een stoploss instellen. Dat is eigenlijk dat je, stel het aandeel is nu €150 waard, wanneer het aandeel zakt naar 140, dat dan automatisch verkocht wordt. Dat je tegen die prijs wilt verkopen en dat je ook zeker dat bedrag krijgt. Want mocht er in één keer iets gebeuren in de koers, wanneer jij aan het werk bent, te bed ligt, weet ik wat, dan heb je eigenlijk toch een zekerheid dat je tegen die prijs gaat verkopen. Misschien is dat een optie om je eigenlijk je belegging veilig te stellen tegen eventueel negatief nieuws wat eraan zit te komen. En dit zijn maar enkele dingen hoe je jezelf voor kunt bereiden. Maar het zijn wel dingen die ik vaak toepas. En ook zeker nu ga toepassen. Want zoals gezegd, kwartaalcijfers van Q2 zijn misschien wel de belangrijkste kwartaalcijfers in enkele jaren. Misschien heb jij nog andere ideeën waar we op moeten letten, waar we rekening mee kunnen houden. Laat dat in ieder geval weten in de reacties onder deze video, zodat we eigenlijk zoveel mogelijk van elkaar kunnen leren. En dus ook zoveel mogelijk kunnen profiteren, misschien wel op deze manier. En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van deze video. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En je helpt natuurlijk het YouTube kanaal ermee, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. Wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's, die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren, klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.